at the Red Star Line Museum in Antwerp, Belgium, and my father, Jan Joris, was originally from Antwerp. And this is a first occasion to do an exhibition on him in his hometown. Deze tentoonstelling is prachtig. Het geeft goed weer wat New York is. Al de immigranten die van hier naar Amerika gingen, al die kleine communities kan je terugvinden in New York. En Jan was heel erg geïnteresseerd in die kleine communities. En ik ken iedere persoon in de foto's die er zijn. Ze zijn eigenlijk goede vrienden geworden van ons. We have Nanos. We have photos from the 30s. Yayao. I think Bosa. En Paprika. Ik was een au pair in Engeland en daar heb ik Jan ontmoet. Na de oorlog, van toen af aan, zijn we gaan weven. Beeldhouwen, fotograferen. Hij was constant bezig met zijn werk, met zijn kunst. Ja. Keisha, Be Still Met. Ja, en ik denk hier is either Paprika of Bosa. En they're sisters. Jan was een reus, intens man. One of my father's first friends in America was this Ruben Rabinowitz. And he said, your father, he said he never met a stranger. He only met friends he hadn't made yet. And I think that really kind of shows how he moved in the world. Jan Joris was zijn hele leven letterlijk en figuurlijk onderweg en raakte gefascineerd door de vele etnische culturen die hij ontmoette. De expo Ik Zigeuner toont een boeiende selectie uit zijn fotowerk en is gratis te bezoeken. Meer info vindt u op redstarline.be.